Hey, welkom bij vlog nummer 9 alweer. En in deze ga ik het met je hebben over waarom niemand reageert op je content. Ik zie veel ondernemers echt heel erg zichtbaar zijn. Op Instagram, op Facebook, op LinkedIn. Ze posten het misschien zelfs wel dagelijks. En vaak staat er dan een call to action of een vraag onder zo'n post. Alleen als je dan kijkt naar het aantal antwoorden, dan is dat vaak ja, misschien 1, 2. En zelfs als de ondernemer in kwestie best wel wat volgers heeft, blijven er vaak ja, een beetje krekelgeluiden achter zitten. En er is een reden waarom dat gebeurt. En daar neem ik je in deze vlog in mee. Goede social media content bestaat uit 4 onderdelen. En samen zorgen die onderdelen ervoor dat jij je eindresultaat behaalt. En als het goed is, is dat zelf klanten krijgen uit social media. Alleen het ding van die onderdelen is dat er maar eentje is die zorgt voor engagement. Dus dat mensen reageren, liken of delen. En veel ondernemers willen dat graag, omdat je met engagement wordt geboost door het algoritme van het platform. Waardoor je dus ook bij koude leads op de tijdlijn komt. En dat is natuurlijk wat je ook nodig hebt om te groeien, naast dat je vertrouwen wilt creëren bij je doelgroep. En er bijvoorbeeld zorgen dat ze gaan nadenken over een aankoop bij jou. Nou, welke 4 onderdelen dat zijn en waar ze dan aan moeten voldoen, daar neem ik je mee. Onderdeel 1, je expertise. Het is heel belangrijk dat je deelt waarom je goed bent in wat je doet. En dat je vanuit daar ook diepgaande informatie geeft over een bepaald onderwerp. Je hoeft daarin niet bang te zijn dat bijvoorbeeld je klanten je niet meer interessant vinden omdat je dezelfde content al gratis deelt. Want ik zie dat die angst er vaak nogal een beetje is. Het werkt namelijk niet zo. Je klanten hebben een klankbord met jou. Die hebben een stok achter de deur. Die hebben jouw expertise op hun persoonlijke situatie. Maar dat houdt niet in dat ze bijvoorbeeld alle andere overige expertise die je hebt niet zouden kunnen googlen. Ik bedoel, je hebt niet het wiel uitgevonden. Het is niet dat het heel verrassend is wat je zegt. Alleen de meeste mensen die weten niet wat ze dan moeten googlen of het überhaupt bestaat wat je vertelt. Want wat je eigenlijk met expertise content wilt doen, is dat je verschillende onderdelen uit jouw producten, dus bijvoorbeeld stel jij helpt iemand met marketing uit bijvoorbeeld Facebook advertenties, laat zien wat daarin belangrijk is om te zorgen dat die klant kan groeien in zijn of haar eindresultaat. Dus bijvoorbeeld, je deelt welke tools interessant zijn, wat een normaal advertentiebudget is, hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen met teksten van Facebook advertenties ook daadwerkelijk daar weer reacties en kliks op krijgen. En het is helemaal niet erg als je daar een beetje diepgang in zet, want juist daardoor vind ik je niet een oppervlakkig persoon en denk ik niet, ah ja, maar die tips die zijn zo vanzelfsprekend. Nee, als jij diepgang in de expertise content zet, dan denk ik, hey, potverdorie, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat is interessant, laat ik je gaan volgen. En wat je daarmee dus krijgt, is dat mensen je in de gaten gaan houden. Dat ze gaan checken of je al opnieuw iets hebt gepost, omdat ze het heel interessant vinden. Ze blijven langer bij je content hangen. Ze vertellen dat eventueel ook bij anderen. En die trust factor die gaat omhoog. Het zorgt ervoor dat ze je meer gaan vertrouwen. Het ding is alleen, mensen reageren niet op expertise content. Want wat moet je zeggen? Hey, super, dankjewel voor deze tip. Ja, het is een beetje inhoudloos. Dus het is absoluut van belang dat deze content op je in je strategie zit. Alleen, je krijgt er niet echt engagement op. En dat is ook helemaal oké. Okay. Die krijg je vanuit het tweede punt. Nou, punt nummer 2. En dat is je persoonlijkheid. We vinden het allemaal heerlijk om mensen in hokjes te plaatsen. Het klinkt misschien een beetje rigoureus, maar het is wel hoe het werkt. Dus bijvoorbeeld, vroeger op de middelbare school had je altijd van die klikjes met mensen. En vanuit daar kon je dan denken, wil ik daarbij horen of vind ik deze mensen verschrikkelijk? En iedereen wilde ook in ieder geval bij een klikje horen, want zo niet, dan werd je vaak gepest. Nou ja, dat zit een beetje in ons instinctieve brein. We willen kijken of we een match zijn met iemand. En om dat te kunnen zien, hebben we niet alleen jouw kennis nodig van jouw branche als ondernemer, maar we hebben dus ook een stukje persoonlijkheid nodig. En dan heb ik het bijvoorbeeld over, wat zijn je hobby's? Waar woon je? Waar kom je vandaan? Wat voor soort gezinssituatie had je? Wat voor taal spreek je? Hou je van dieren? Heb je zelf huisdieren? Heb je kinderen? Wat is je leeftijd? Misschien zelfs als, wat zou je eten? Ik heb op een gegeven moment de meeste engagement gehad
over een poll waarin ik vroeg of mensen het woord friet of patat gebruikten en of ze de mayonaise erop of ernaast deden. Nou, echt honderden stemmen die ik daarvoor echt nooit heb gehad. En de storyreeks die daarachter kwam, is dus ook een soort van viral daarin gegaan. Daar kreeg ik dus heel veel views op. Dus het is interessant om soms iets te starten met een persoonlijkheid waardoor mensen lekker hun mening daarover kunnen geven. Bijvoorbeeld een poll met dat soort dingetjes. En vervolgens dat je daarna bijvoorbeeld een aanbod doet. Een poll met, ben je geïnteresseerd? Ja, of ik heb nog een vraag. Ja, misschien krijg je daar één reactie op. En dat is fantastisch, want dan heb je meteen een lijntje. Maar het helpt niet echt met het zorgen van het boosten van je algoritme. Dus zorg dat je dus persoonlijke weetjes, waarvan je denkt, nou, wat maakt het uit? Weet je, discussies in de wereld, waar mensen een linker of een rechterkant kunnen kiezen. Dat je die in je content zet, zodat je een beetje opschudding krijgt. Maar dat mensen zich dus ook, zeg maar een connectie met je kunnen voelen. Weet je, zo ben ik bijvoorbeeld een paardrijdmeisje, heb ik een hond en een kat, heb ik een vriend, ben ik hetero, woon ik in Malaga, heb ik zo'n beetje overal in Nederland gewoond, maar ik ben bijvoorbeeld fan van Amsterdam. Nou ja, digital nomad leventje nu. En als je dan naar mij kijkt als persoon, dan kan je denken, ik vind haar fantastisch. Ik hoop het, want je kijkt het natuurlijk nog steeds. Of ik vind haar echt verschrikkelijk. En aan de hand daarvan hoef ik dus geen salesgesprekken meer te voeren met mensen die toch niet bij me zouden passen als klant. Ja? Dit is waar je engagement op krijgt. Dus zorg dat dit regelmatig in je content te zien is. En ook als je een bedrijf hebt, dan is de persoonlijkheid van, en met bedrijf bedoel ik met medewerkers, dan is de persoonlijkheid, de sfeer van het bedrijf ook belangrijk. Weet je, wat doen jullie bijvoorbeeld in de pauze? Hoe oud zijn de mensen die er werken? Wat voor kleding dragen jullie? Hebben jullie een voetbaltafel, hoe noem je dat? Zo'n spelletjestafel in de kantine staan. Dit soort dingen zorgen ervoor dat mensen zich met je verbonden voelen of juist helemaal niet. Nou, onderdeel nummer 3 en dat is social proof. Als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Zo is er bijvoorbeeld een ijskozaak hier in Malaga waar altijd echt een enorme rij aan mensen staat. En je moet daar ook een nummertje trekken. Op elke andere 100 meter zit ook een ijskoopboer, alleen iedereen gaat daarheen. Niet per se omdat het ijs echt 80 keer lekkerder is. Ik heb het geprobeerd, het valt best wel mee vergeleken met de rest. Maar gewoon omdat er heel veel mensen staan te wachten. En dan denk je dus ook van, joh, dit is een toffe ijskozaak. Hier moeten we het lekkerste ijs halen van de hele stad. Laten we allemaal extra in deze rij gaan staan. Terwijl we het ook over 100 meter nog eens extra zouden kunnen krijgen. Ja, dit is wat je dus ook wil creëren in je content. Als je bijvoorbeeld een lanceringsdatum hebt en mensen stromen in, deel dat. Deel bijvoorbeeld calls met klanten. Deel resultaten van klanten. Vraag om reviews. En zet het niet alleen in je website neer, maar zet het bijvoorbeeld ook in een highlight op Instagram neer. Zorg dat het op je LinkedIn staat. Zorg dat het op Google advertenties staat. Maar zorg bijvoorbeeld ook dat je het af en toe gewoon eens in een post benoemt. Of dat je het in stories zet, in een nieuwsbrief eventjes meeneemt. Het doet heel veel met je klanten. En dan niet een review als in, oh, het was super fijn werken met Claire bijvoorbeeld. Maar dat je echt vraagt, joh, wat was de pijn voordat je bij mij kwam? Wat was het verlangen? Wat hebben we concreet samen gedaan? Wat heeft je opgeleverd? En aan wie en waarom zou je mij aanbevelen? Als dat de inhoud is van je reviews, dan kom je al heel erg ver. Want dan krijg je langere reviews die kwalitatief super goed zijn. En ook hier creëer je weer vertrouwen mee. En dan last, but certainly not least, en dat is urgentie. Waarom zou ik nu bij jou moeten instappen en niet over een jaar? Weet je, waarom kan ik niet nog een jaar obesitas hebben? Waarom kan ik niet nog een jaar niks met Facebook advertenties doen? Waarom kan ik nog een jaar mijn tekst op mijn website niet aanpassen? Waarom is dat zo belangrijk? En urgentie kan je benadrukken op meerdere manieren. Je kan iets aan je prijzen doen, ze bijvoorbeeld ophogen regelmatig of een korting geven. Je kan iets met bonussen doen, zorgen dat er bijvoorbeeld 24 uur lang iets extra's bij komt als je nu boekt. Maar je kan bijvoorbeeld ook op de pijn werken van de klant. Waarom is het voor die persoon nou heel erg belangrijk, en dat is dus je persona, je ideale klant, dat ze hier niet nog een seconde langer mee lopen? Waarom kan jij ze nu helpen naar een fantastisch resultaat waar ze echt niet mee willen wachten? Als je dat ook in je content zet, dan zorg je dat mensen sneller reageren. En dat zorgt juist weer niet per se voor engagement, maar wel voor dus een snelle DM wat dat betreft. Dus je expertise zorgt voor vertrouwen, je social proof zorgt voor vertrouwen. Urgentie zorgt dat ze er snel bij willen zijn en dat ze dus ook, nou ja, een beetje contact met je opnemen. En alleen je persoonlijkheid
zorgt ervoor dat er engagement komt. In ieder geval veel engagement. De rest komt vast wel af en toe iemand op af en iets reageren. Maar die persoonlijke dingen, die storytelling die je eventueel zou kunnen toepassen, dat zorgt er echt voor dat je profiel opwaarts gaat. En dus ook door heel veel koude leads gezien wordt. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Als je nou wilt weten hoe je bijvoorbeeld de opbouw van social media content moet doen, weet je, wat is nou bijvoorbeeld een goede stopper? Waardoor laat je mensen stoppen met lezen? Wat zet je nou inhoudelijk daar neer? Hoe zorg je ervoor dat mensen dus inderdaad ook dus een actie ondernemen? Wat voor type dingetjes kan je daar inzetten? Hoe kan je dan vanuit die DM weer upsellen? Download dan even mijn gratis e-book. Daar heb ik dit echt allemaal uitgebreid beschreven en daarna ook nog eens uitgelegd aan de hand van video's. Dus ik denk dat je daar heel erg veel aan hebt. Zie ik je daar. Doeg!